voor Breda West en we zijn bereikbaar op de opkooptelefoon. Hallo. Hallo meneer. Omhoog, ben ik klaar met jou. Just go. Get your pants up. Where does it hurt? Tell me. Oh ja, ik heb net een mes in mijn hand geprikt, omdat ik gek ben geworden. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En deze keer is het iets bijzonders, want ik ga nu mee bij Rick in plaats van Rick met mij. En wat gaan we dan allemaal zien, Rick? Ja, we gaan vandaag een dienst draaien, een incidentafhandeling zoals we dat noemen. Dus de 1-2 meldingen en eigenlijk gewoon het dagdagelijks politiewerk. Ja, ja. En ja, we doen het vandaag met z'n drieën, want wij werken natuurlijk altijd met twee mannen in de noodhulp. Tenminste, meestal wel. En vandaag samen met Lars. Ja. Goedemiddag. Ik ga vandaag met de brandweermannen, maar dan half brandweer en half politie ga ik mee. En wij nemen jullie vandaag mee met een incidentenafhandelingsdienst. Ja, we kennen jou natuurlijk ook wel van Instagram. Ja, op Instagram ben ik te volgen als wijkagent Tuinzicht. En zo nu en dan hou ik ook mijn verhaallijn bij. En samen met Rick doen wij nogal wat op social media. Dus... Ja, en live Q&A hebben we natuurlijk met jou live gedaan. Live Q&A hebben we samen gedaan voor de feestdagen vooral. Hè? Zeker. En nu gaan we er apart. Zeker, en we hopen natuurlijk misschien nog een melding komen waar de brandweer ook bij is. Dan kunnen we wat laten zien in de samenleving. Ja, top. Helemaal goed. Nou, we zijn net aangekomen op het bureau. En Rick heeft zijn kop al aan. Die heeft hij net uit het kluisje gehaald. Maar wat ga je nou nog pakken dan? Nou ja, zoals je ziet, koppel al om het vestje al aan. Alleen die is nog redelijk leeg. Dus er moeten nog wat spulletjes bij. Die bewaren we natuurlijk op een veilige plek. Dat doen we in onze wapenkamer. Dus uiteraard, vuurwapen, die is al geladen. Ik ga gewoon zo mee. Dan uiteraard de portefeuille, de spreeksleutel en even voelen waar die is, nog een extra patroonhouder, die hebben we ook bij. Ja, eens kijken hoe zit die patroonhouder. Dat zijn hier zitten 15 extra patronen in, in totaal hebben we 30 patronen bij ons. Dus we hopen ze natuurlijk nooit nodig te hebben, maar als het erop aankomt hebben ze ze wel bij. En de pepperspray natuurlijk. En, die heb je al. Pepperspray en natuurlijk de uitschuifbare wapenstok. Ja. Ze zijn we compleet. Maar goed, we gaan verder. Ja. We hebben net de briefing gehad en Rick is nou bezig met de camera's in de voertuig aan het plaatsen. En zo kunnen we alles meenemen. We hebben natuurlijk ieder voor zich ook nog een camera op de boot. En ik heb inmiddels een vestje aangekregen van Rick. Het is wel een beetje onwennig dat je een vestje aan moet. Maar goed, het zal wel echt vernoot zijn. Welkom. Goedemiddag OC, de 316 die is er vandaag voor Breda West en we zijn bereikbaar op de opkooptelefoon. Ja, waar is het? Ja, hetzelfde voor u. Nou zijn we dus klaar voor. Nu, vanaf nu kunnen de meldingen vallen. Nou staan we erin, dus nu moeten we gaan luisteren. Ja. Ah, ja. En jij ook, 316. Ja, ik probeer te bedoelen, want ik hoor echt, ik heb nou hier zo een oortje en dan krijg ik heel de tijd. Hoor je met mensen in praten. Ja. En één nummer is het belangrijkste, 1306 zijn wij dan. Ja, En we gaan daar twee adresjes afrijden. Ja, die moeten we even niet vergeten. We hebben, zoals je net kon zien, hebben we een aantal werkopdrachten die we meekrijgen op het moment dat er geen meldingen zijn. Nou mooi. Dus die hebben we in ieder geval iets te doen dan. We hebben sowieso iets sowieso te doen. Kunnen doen. Ja, en verder weten we het natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Het hangt echt af van de meldingen vanmiddag. Of dat we druk gaan krijgen of dat we het rustig hebben. Rick, wat doe je nou? Ik leg een extra zwaar vest achter in de auto, omdat er met z'n drieën zijn. Ja, als we stel dat we in die situatie komen, hè, dan blijf je natuurlijk wel uit de buurt, maar dan ben je wel goed beschermd. Nou ja. Ja, we zitten eventjes in de... We gaan even zien wat stopteken geven in de rood knal. Hey, ik ga even ophangen. Ik wil je straks even terug. Okay. Doei. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wilt u heel even de motor uitzetten? Dus heeft u enig idee waarom we u even van de kant zetten? Heeft u enig idee waarom we u even aan de kant zetten? Nou, het was kiele kiele, hè? Het was oranje. Nou, het was niet eens meer oranje. Het was donkerrood. Nee, het was echt geen rood, hè. Nou, we hebben 6 ogen in de auto vandaag. En die zien alle 3 dat het rood is. Ja, nee, maar... Ik toch aan het kort zijn voor jullie. Maar ik vind echt, nee, als het rood is, was ik stil gaan staan. Nou, dat is voor de volgende keer. Oké. Ondanks dat wens ik u een fijne dag. Tot ziens. 187. Hoi. Heb je rijbewijs bij? Ja, ik ben bijna. Reden dat je aan de kant zet, is de autogordel. Oh. Die je niet om had. Ja, ik heb het gezegd. Ja, je krijgt er wel bekeuring voor? Ja.
je hoeft niet te antwoorden, wat is de reden dat je auto kwam? Ja, laks ik eigenlijk, sorry. Ja, het is die korte stukjes, hè? Als ja, kan het ook ja, maar ik rijd altijd van adres naar adres. Dus daarom ben ik echt laks ik. Ja. Deze krijg je terug. Een week of twee valt hij op de mat. Ja, sorry, maar... Nee, hou er rekening mee. Yes, tot ziens. Ja, we hadden net een... Je zag iemand zonder autogordel rijden, zeg ik. Ja, dat klopt. Die reed ons tegemoet. En die droeg geen autogordel, dus die hebben we even aan de kant gezet en die heeft een keuring gekregen. En we hebben net nog iemand aangehouden voor door rood licht rijden. Ja, aangehouden. We hebben iemand stilgehouden. Het is geen aanhouden, maar als je aangehouden wordt, dan zit je met je handjes op de rug in de boeien achter in de auto. Okay. Het verkeer is het stilhouden en die mevrouw die had het rode verkeerslicht genegeerd. Dus daar heeft ze, vanwege de gevaarssetting, heeft ze daar een boete voor gekregen. Hier rechts zit iemand op de fiets die zijn telefoon in zijn hand heeft. Hè? Ja. Op dit moment mag dat ook niet, dus we gaan even proberen die jonge man aan te spreken. Iets hebben de rode zijn. In sommige gevallen is het alleen een waarschuwing en het heeft ook met de gevaarssetting te maken natuurlijk. Als je nou gaat fietsen, stop die telefoon weg, hè? Kost je €140 anders. Zou zonde zijn. Dan zeg ik €140, maar. Volgens mij is het op de fiets is het... €95. Is het €95, ja. Maar ja, het is administratiekosten van... Ja, die zijn hoog. Die zijn van €45. Ben ik het? Ja. We hebben nou een avonddienst. En je hebt ook al gezegd dat we een late, of een super late, en we hebben nu een late, toch? Ja, nu gewoon een late dienst, ja. Maar we werken nu van 2 tot... 11. 11. En wat is nou een super late? We zitten er allemaal uit. Vertel het eens. Ja, nou, we zijn natuurlijk gewoon een continuïteitsdienst, zeg maar. 24 uur is de politie bereikbaar, net als de brandweer. Alleen wij draaien geen 24 uur diensten zoals de brandweer dat draait. Maar gewoon normale diensten. En dat is dan een vroege, een late, een super laat of een nacht. En in dit geval dus een late dienst. Nou, dan wachten we af. We gaan naar voor naar de rest dan. We zijn nu in de Vrije Serviant. Oh, we hadden nog een opdracht gedaan. We gaan heel even bij mij in de wijk kijken. Want, als wijkagent zijn de drijven gewoon... Ja, jouw wijk. Ja, ik denk bij jou thuis in de wijk. Nee. We gaan niet bij mij thuis kijken. Dat doe ik vanavond weer. We gaan nu even bij mij in de wijk kijken, want als wijkagent draaien wij gewoon de noodhulpdiensten mee. Dat is eigenlijk anders dan vroeger. Hè? Want vroeger was de wijkagent puur alleen voor de wijk, maar tegenwoordig draait de wijkagent gewoon mee in de noodhulp. Dus we nemen tijdens de surveillance, als we in de cirkel zitten waar de wijk invalt, nemen we eigenlijk altijd onze eigen wijk wel even een keertje mee om te kijken of dat er bijzonderheden zijn. Of dat we daar nog iets uit kunnen voeren. Ja, mooi. We gaan kijken. Yes. Hey. Hi. Vertel. Want hij ligt er nu rustig bij. Hij ligt eigenlijk al de hele tijd rustig bij. Ja, oké. Okay. Wij hebben even rechtop zitten. Even hier gaan zitten. Kom. We hebben niks. Even gaan zitten. Wie ben jij? Nee, we hebben hem laten liggen. Heb jij iets bij waar je naam op staat? Je hebt ID, paspoort? Ja, die kwam naar de this side. Hij zei dat ik dus moet bellen, dus ja, dan. Maar verder. Or only this? We hebben hem alleen zo zien liggen. Did you drink something? Alcohol? Alcohol zijn. Yes, alcohol. Ja, de manager is er niet bij. You have ID? Mooie. Maar staat daar wel iets van de naam? Dit is mooie. Ja, onze bankpas. Misschien kunnen we daar even op zetten. Nee, mooie. Ja. Kom op. Niet zo moeilijk doen. Ja, je moet het doen. Niet zo moeilijk doen. Als we hem even op zijn benen krijgen, kunnen we hem even goed verheren. Kijken of zijn kontzakken ook, of misschien een portemonnee. Ja. Ja, staan, vriend. Even. Nee, nee, nee. Twee. Ja. Ja, wel, ja. Heel goed. Ik kom aan. Kom, op je rug. Kom eten. Zo. Ja. Zo. En nu kom ik weer. Listen. Listen. Yes. Leaving. Not back.
Not. Just leaving. Yes? Yes. Okay. Ja, maar ik heb nu deze kant hier wegsturen, daar hebben we wel een keer. Stop. Omhoog, ben ik klaar met jou. Just go. Op je poten staan, okay. Die kant op. Ik ellende hij kan niet alleen maar langs de auto uitgang uit. Dat is hier geen. Zullen wij met hem naar beneden lopen? Ja. Als jij dan de auto pakt. Hè? Lopen wij even met hem naar beneden? Ja, doe wij. Nee, ik heb hem erin. Hé, een auto halen. Oh. Loop wij hier naar beneden? Ja. Succes. Hey, maar laat je hem zo achter. Ja. Die niet ingesloten gaat worden? Of hij heeft niet uit. Hey! De zuik. Ja. Mister. Get your pants up. Yes. Get your pants up. Get this one. Here. And just stay like this. Don't fall down. Okay, dek zeg maar. Your pants. Flikt hij die telefoon in de grond. Nog wel, dan. In your back. Ja. Put this one on your back. Anja. Oké. Okay. Look. That's good. Keep it Breda. Ja, Breda. Is het toch die stuit? Is het toch die stuit? Nee. Het zijn die paarden. Ja, sorry. Nou, we hadden net een melding van die twee dronken Poolse mannen die daar bij de Jumbo lastig waren. En laatst hebben we dat opgelost. Ja, ons eerste idee was, deze mannen zijn alleen maar dronken. Dus we sturen ze weg vanuit het winkelcentrum. Uiteraard met een procesverbaal voor openbare dronkenschap. Maar omdat ze echt niet meer op hun benen konden staan en een paar keer oud gingen, hebben we toch de ambulance laten komen en is een van de twee Poolse mannen ter controle mee naar het ziekenhuis. We zijn onderweg naar het centraal station van Breda. Daar stonden de BOA's van Veiligheid en Service van de NS. En die hadden daar een reiziger zonder vervoersbewijs en zonder identiteitsbewijs. Dus onze komst even om de identiteit van die persoon vast te stellen. Ik ben gisteren weggegaan, om de begeleiding afgezet gegaan in de douche. Toen we bezig waren op het station kregen de BOA's van NS de melding dat er een vrouw voor overlast zorgde. En die zou dat vaker doen. En vandaar het verzoek of wij ook even mee wilden gaan om haar identiteit vast te stellen. We zijn onderweg naar een melding van een materiële aanrijding. Hier waren geen slachtoffers bij. Alleen een van de partijen wilde daar mogelijk wegrijden. Dus vandaar even onze komst te plaatsen. Om even kort even te schetsen. Jij dacht vooruit te rijden en je reed achteruit en achteruit. Oh ja, nou, dat is flink schade. Ja. Maar jullie zijn al bezig met invullen, begrijp ik? Dat heb ik al ingevuld, maar hij heeft zijn verzekering niet bij zich. Oké. Okay. Of hij kon het ook niet opzoeken. En dan kan ik het wel via mijn mails, maar dat is niet zo handig. Nee, dat doen wij dan wel even. Zullen we dat doen? Ja. Nou, we werden door de meldkamer van deze melding afgehaald in verband met een prio-E-melding. Een aanrijding met letsel, was een scooterrijder aangereden, dus prio-E die kant op. Wij leggen hem vast, ja. En het meisje dat is naar de frieter toe gewandeld en Hanneke zegt, ik zou twee verschillende ongevallen en volgens de NS zou er ook een tweede ambu-aanrijding zijn, maar dat twijfel ik. Rick, er zijn hier twee dingen tegelijk gebeurd. Er zit daar nog een slachtoffer bij de frietent. Ik zou zeggen scoop en run, hè? Ja. Ja.
Kom maar op. Nee, nog niet. Nou is het er niet in. Ja, hier is groen. Hey, goeiedag. U was ook aangereden of iets gedaan? Of? Zij is net aangereden op de Smeltdokter. Aangereden op de Zebrapad. Daar heb je helemaal last van. Ja? Oké. Okay. Ja, drie aanrijdingen, zeker. De eerste aanrijding was een materiële aanrijding en dat was de partij die wilde daar doorrijden. Maar er was daar een collega in zijn vrije tijd bij die dat heeft weten te voorkomen. En daar werden wij al snel weggeroepen voor een aanrijding met letsel hier bij het station. Er waren eigenlijk ter plaatse bleek twee aanrijdingen. Er was een scooter die had een voetganger aangereden. Maar daar waren al collega's bij. En hier ondertussen was er op het zebrapad ook een dame aangereden door een auto. Dus even opgesplitst en we zijn bezig geweest met die aanrijding. We hebben daar de verklaringen opgenomen en we zijn er nu weer klaar. Ja. Wat ik wel merk is het verschil dat eigenlijk als wij bij een aanrijding aankomen, goeiedag, ja, dan zijn we eigenlijk vrij snel klaar. Als het slachtoffer geholpen is en verder geen gevaar meer oplevert, dan zijn we weg. Ja. Maar jullie hebben ook best wel werk. Ja, dat klopt, want wij moeten natuurlijk de aanrijding vastleggen en we moeten natuurlijk onderzoek doen. In dit geval, als het letsel mee blijkt te vallen, dan is dat minder. Maar ja, vaak de ernstige aanrijding waar jullie ook bij betrokken waren, ja, dan zijn wij voor een stukje waarheidsvinding en moeten wij natuurlijk achterhalen wat de oorzaak is van de aanrijding. Ja. En nu zijn we weer door naar de volgende melding. Lars, wat gaan we daar doen? Ja, we hebben weer een melding van een verward persoon die bij Meldster aan de deur heeft gestaan. Het zou de buurvrouw zijn geweest, die stond voor de deur en de buurvrouw die is ergens bang voor. Maar het is niet bekend waarvoor en mogelijk heeft ze zichzelf in haar gezicht gestoken. Dus we gaan even kijken wat daar aan de hand is. Ja. Nee. Hallo. Had u ons gebeld? Oké, en ze is van nummer. Ja, oké. Ja, ik zag net wel een schuldige kant. Ik durf niet meer binnen te laten. Nee, dat snap ik. Ja. Maar u heeft geen idee waar ze nu naartoe is dan? Oké. Maar ik ga naar binnen dan, hè? Ja, dat is goed. Goedenavond. Zullen we even bij je naar binnen gaan? Ja. Nou, doe eventjes de deur open, dan gaan we even kijken. Heb je binnen laten liggen? Oké, maar hoe moet je dan binnenkomen nu? Dat weet ik niet. Is er iemand die de sleutels heeft? Ja. Wie? Mijn ouders. En waar zijn die? Thuis gewoon. En waar is thuis? Ja. Oké, dus dat is wel een eindje weg. En je hebt een verwonding op je wang, wat heb je gedaan? Oh jee. Dat is al wel langer geleden, of niet? Het lijkt een hechting, of niet? Nee, dat is gewoon net gebeurd. Dat is niet net gebeurd, het is wel weer een paar uur geleden. Oké. Nou, ik ben nogal verwacht. Hoe komt het zo dat je verwacht bent? Omdat ik gek ben geworden. Oké, en waarvan ben je gek geworden? Van mezelf, vooral. Oké. Maar ja, we maken ons wel een klein beetje zorgen om je nu. Ja. Want je was al een paar keer naar buiten gegaan en weer terug naar binnen. Ja. De laatste keer was je de sleutels vergeten, denk ik. Ja. Is de poort? Oh, ja. Kun je overheen klimmen, kijken. Ja, ik denk niet dat hij... Ja, je mag het proberen, maar... Ja, dat is niet goed. Moet ik jou... Dus even kijken of dat de deur open kan. Probeer jij nou in te breken, Richard? Ja. Nou, de ambulance is inmiddels ter plaatse. Omdat mevrouw een beetje verward is, hebben wij contact gehad met de crisisdienst. En daar kunnen we zo meteen naartoe. De spoor hier in Breda, bij de GGZ noemen we dat. Alleen al wordt mevrouw vervoerd door de ambulance. En ondertussen proberen wij even nog even binnen kunnen komen, zodat we haar sleutels kunnen pakken, want ze is buitengesloten. Of niet? Hey Richard. Mevrouw, ja, we hebben mevrouw, want de buurvrouw die heeft hier gemeld, hè, die maakte zich zorgen om haar buurvrouw.
Dus we hebben mevrouw in kennis gesteld van wat er gedaan is. En we hebben haar natuurlijk bedankt voor haar melding. Ze gaf aan dat ze zelf het GGZ wilde bellen. Dat niet lukt. En daarna heeft ze de politie gebeld. En ik denk dat dat altijd de beste weg is in dit soort gevallen. Hey Rick, ja? Ik zie de hele dag invoeren met die telefoon. En toch moet je hier nog in de scooter bezig. Dat is een idee, eigenlijk al administratie. Ja, maar ik dacht eigenlijk als je die telefoon in zou zetten allemaal. Want eerst deed je natuurlijk gewoon snel op papier zetten ofzo. Ja, deden we de gegevens opvragen van de personen waar we mee te maken hadden. We kijken of ze geen lid stonden of de voertuigen en dan slaan we er wel op. Dan zijn we in ieder geval de gegevens van die mensen en van die auto's. Alleen nu moeten alles eraf vallen. Bijvoorbeeld die aanrijding moet er procesverbaal van opgemaakt worden. Oh, dat doe je niet gelijk met die telefoon? Nee. Dat moet procesverbaal gemaakt worden. We hadden dan die ene daar we mededeling aan het CBR gaan doen. Voor de rijvaardigheid. Dat moet nog opgemaakt worden en eigenlijk alle meldingen moeten nog wel afgehandeld worden. Kleine dingetjes kunnen we wel op de telefoon, maar we hebben nu ook best wel wat dingetjes gehad waar we nog wat moeten doen. We hebben getuigen gehoord, of een slachtoffer en een verdachte gehoord. En dan moet het allemaal op papier komen. Ah, hoop ik dat het geluid aan staat. Hoop ik wel. Bam! Oké. Nou, we zijn aan het einde gekomen van de dienst. Een lange dienst. Ja. Ik ben blij dat wij in ieder geval niet het tikwerk zo hebben. Wij elke keer maar een kleine portie in te vullen per incident. Jullie zitten echt gewoon nog een uur te tikken hier. Zo'n politiewerk. Ja, dat zie je. Ruim anderhalf uur zitten typen. Het is al 12 uur geweest hier. Ja. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Nou, ik hoop dat jij het leuk vond. Ja, ik vond... Voor ons zitten. Ja, ik vond het heel gaaf om een keer mee te maken hoe jullie doen en wat jullie allemaal doen en hoe druk het nou eigenlijk is. En ja. Jij hebt goed meegeholpen. Een beetje jammer dat die voordeur niet open ging. Ja, dat was jammer. Ja, technisch inzicht toch even gebruikt, maar het mocht niet baten. Nee. Ik had niet al mijn brandwagen bij natuurlijk waar alles uit kon halen om de deur open te halen. Ja, alweer zo'n rommeltje van gemaakt. Ja, was hij wel open geweest, maar komt niet meer dicht. En wij sluiten normaal natuurlijk al de video bekend af. Misschien dan Lars het nu even doen. Nee, hey, natuurlijk niet. Te abonneren hieronder, te liken hierboven. En kijk even onze subscriben op. Ja. Druk op het belletje hieronder. Dan krijg je vanzelf een bericht. Dat is ook op YouTube, hè? Zeker.